In heel Vlaanderen hebben ambachtslui dit weekend de deuren van hun atelier opengezet voor het publiek. Sommige ambachten zijn eeuwen oud, maar nooit weg geweest. Dat van restaurateur van schilderijen bijvoorbeeld. Eerst moeten we dat nu fixeren, de verflaat fixeren. Frederik Knokkaart is restaurateur van schilderijen in Wervik. Op de dag van de ambachtsman komen 's morgens vroeg al heel wat mensen over de vloer om een en ander bij te leren over deze erg gespecialiseerde stijl. In mijn vrije tijd schilder ik ook, sinds 20 jaar. Maar dat is maar juist eens een paar uur op een week. Dus dat is natuurlijk moeilijk om daar zelf aan te beginnen. Ik ben nu wel gepensioneerd, maar ik zou toch meer moeten op de hoogte zijn dus van die dinges om daaraan te beginnen. De restaurateur maakt van de gelegenheid gebruik om het imago van het vak wat op te poetsen. Want er bestaan nogal wat misverstanden over. Sommige mensen denken bijvoorbeeld ten onrechte dat restaurateurs per definitie vervalsers zijn. Het is ook niet zo dat je in dit vak evenveel schildertalent moet hebben als de auteurs van de werken die onder handen worden genomen. Een restaurateur is ook geen schilder die stuk en beest schildert. Nee, een restaurateur moet zorgen om het schilderij vooral in de eerste plaats te verzorgen, het kunstwerk te conserveren. Dat is eigenlijk wel de hoofdtaak van een restaurator. En als het mogelijk is, eventueel het terugherstellen in de oorspronkelijke glorie, maar dat is niet altijd mogelijk.